Nog even de laatste schroeven in de houten balken draaien en dan kan de nieuwe kerstgroep worden bewonderd in hun stal. Of nou ja, nieuw. De groep komt uit het begin van de 20e eeuw. Het is al jaren zo dat ik denk van, ik zit in de activiteitencommissie van, het zou zo fijn zijn als er een kerststal in de kerk kan komen. En je hoort het ook van bezoekers tijdens de kerstmarkt. En ja, eindelijk vorig jaar dacht ik in september, nu ga ik eens flink op internet zoeken. En nou, dat lukte niet helemaal, want dan kom je bij commerciële zaken terecht en hele kleine kerststalletjes. Toen ben ik bisdommen gaan opbellen. De kerstgroep is overgekocht van Stichting Rooms-Katholiek Erfgoed. Best ongebruikelijk, een kerststal in een christelijke kerk. Maar tegenwoordig komt dat zo samen en daar wordt niet moeilijk over gedaan. De kerststal is nog tot en met 6 januari te zien in de Jeruzalemkapel van de Grote Kerk.